De heer Wassenberg. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de agenda voor dit AO is overvol en het is spijtig dat door die beperkte tijd veel belangrijke onderwerpen niet of slechts summier kunnen worden besproken. In drie blokken probeer ik er zoveel mogelijk aan bod te laten komen. En dan begin ik met het natuurbeleid en daar wil ik allereerst mijn zorgen uiten over dat natuurbeleid in Nederland. Nederlandse natuur staat er slecht voor. Slechts 4% verkeert in gunstige staat. Internationaal afgesproken natuurdoelen worden niet gehaald. Hoognodig stevig beleid van de staatssecretaris blijft uit. In plaats daarvan maakt hij private partijen verantwoordelijk voor natuurherstel. Maar hoe kun je natuur beschermen en tegelijk eraan verdienen? Natuurbeheer wordt steeds meer gedomineerd door economische factoren en natuurgebieden worden steeds commerciëler ingezet. Kwetsbare natuur en stilte maken plaats voor recreatie zoals festivals, speelplekken en horeca. Graag hoor ik van de staatssecretaris hoe hij de internationaal vastgestelde natuurdoelen dichterbij wil brengen. Dan de Noordzee, mijn tweede blokje. De Noordzee is ons grootste natuurgebied met een grote soortenrijkdom, maar wordt vooral beschouwd als particulier viswater. De Noordzee verkeert dan ook in kritieke toestand. Kwetsbare leefgemeenschappen op de zeebodem zijn aangetast. Grote vissen als haaien en roggen zijn zeldzaam en de steur is al lang verdwenen. Al lange tijd dringen wij aan op het realiseren van een natuurnetwerk in de Noordzee en voor grotere visserijvrije zeereservaten. Wij voelen ons gesteund door de groep wetenschappers die deze week pleiten voor een drastische inperking van de visserij. Is de staatssecretaris bereid gehoor te geven aan een oproep om het Friese front en het grootste deel van de centrale oestergronden volledige bescherming te geven? En deelt hij de mening dat herstel van het ecosysteem daar anders onmogelijk is? Voorzitter, met de naderende wet natuurbescherming vervalt het huidige beschermingsregime van verschillende soorten trekvissen en zeezoogdieren, zoals de hondshaai, vleet en bruinvis. Kan de staatssecretaris toelichten hoe hij alsnog adequate bescherming aan deze kwetsbare soorten gaat waarborgen? Kan de staatssecretaris ook vertellen hoe het aangekondigde actieplan voor haaien en roggen eruit gaat zien? Dan, voorzitter, mijn derde en laatste blokje gaat over het doden van dieren. Het doden van dieren blijkt of de hoort een laatste noodmiddel te zijn als het weren en verjagen niet lukt. In de praktijk is het vaak de eerste keuze, terwijl onvoldoende is aangetoond dat er diverse diervriendelijke alternatieven zijn ingezet en dat er aanzienlijke schade is. Dat bleek ook het geval bij afschot van zwanen, dat bracht Eén Vandaag vorige maand in beeld. Voorzitter, er moet een einde komen aan fact-free faunabeleid, waarbij besluiten worden genomen zonder de situatie voldoende te onderzoeken. Faunabeleid dient gebaseerd te zijn op gedegen praktijkonderzoek in plaats van op papier voorgedrukte verzoeken van pachters of andere belanghebbenden zoals jagers. De staatssecretaris erkent nu ook het belang van beschikbare, objectieve en controleerbare gegevens nadat hij zelf op de vingers is getikt door de Raad van State. Hij heeft ons toegezegd hier in de toekomst op toe te zien. Daar zijn we heel blij mee en we zijn benieuwd hoe hij dit gaat vormgeven. Is hij bijvoorbeeld bereid om de nachtelijke vossenjacht in Friesland een halt toe te roepen? Of is hij bereid om de vos van de landelijke vrijstellingslijst te halen, aangezien aantoonbare schade aan landbouw en fauna ontbreekt? Uit het meerjarenprogramma Onderzoek bij 12 blijkt dat er al jaren 0 euro schade door vossen blijkt te worden uitgekeerd. En uit het rapport Predatie bij weidevogels blijkt dat er geen wezenlijke rol is voor de vos in de teruglopende weidevogelstand. Er is een interruptie van de heer Geurts. Ja, voorzitter, soms wordt het weer iets te erg met de Partij voor de Dieren. En dat is op dit moment weer in ieder geval over mijn grens heen. En uw vraag? Nou, ik ben nog niet eens begonnen. Voorzitter, net werd beweerd dat vossen geen aantoonbare schade in de landbouw aanbrengen. Zou de Partij voor de Dieren, de heer Wassenberg, dat eens kunnen onderbouwen, deze bewering? Heer Wassenberg. Welke schade bedoelt u? Er is geen schade uitgekeerd. Heer Geurts. Ja, voorzitter, een mooie tactiek, maar er werd letterlijk gezegd geen aantoonbare schade. Nou, ik kan u uit de praktijk aangeven dat gewoon kippen die buiten lopen, de vossen gewoon worden opgevreten op diverse plaatsen in Nederland. Dus waar haalt de Partij voor de Dieren het bewering vandaan dat er geen aantoonbare en, ik hoor net, financiële schade. Nou, een kip kost geld. Heer Wassenberg. Voorzitter, we hebben het over aantoonbare objectieve schade en er zal ongetwijfeld
Maar er zijn geen gegevens van. Dit is anekdotische informatie. Ik vraag dan, wat is de aantoonbare objectieve schade? Wat zijn de cijfers? Dan kunnen we het daarover hebben. Die zijn er niet. Ik heb het ook over de weidevogelstand. Het blijkt dat de intensieve landbouw in hoge mate verantwoordelijk is voor de teruggang van de weidevogels. De vos heeft er altijd de schuld van gekregen. Dat is niet het geval. Het is de intensieve landbouw die voor een groot deel verantwoordelijk is voor de teruggang van de weidevogels. Daar gaat het om. Daar laten we bij en we gaan ook niet veel vragen terugstellen. Dus meneer Dijkgraaf, even nog een interruptie. Ja, voorzitter, want de heer Wassenberg is toch net zo goed voor de Partij voor de Kippen als voor de Partij voor de Vossen, zou ik zeggen. Dus hoe gaat de Partij voor de Dieren dan mee om? Stel dat nou de staatssecretaris straks zegt van ja, maar dat soort afwegingen zitten er nou eenmaal in de natuur. Dan is de Partij voor de Dieren komt toch ook op voor de kip? Heer Wassenberg. Natuurlijk, voorzitter. Kijk, waar we het over hebben is ook dat er in de eerste instantie met het geweer wordt gedacht. Er wordt na het geweer gegrepen voordat er een alternatief is gekeken. Als een boer of een particulier kip heeft, dan is het ook zijn taak en zijn plicht om die kippen te beschermen. En dat kan met hekwerk, dat kan. Je kunt die vos buiten houden. En daar moet in de eerste plaats aan gedacht worden. Je moet eerst kijken naar alternatieven. Maar in de praktijk wordt er in de eerste plaats met het geweer nagedacht. En dat is mijn probleem. Ja, voorzitter, dan raad ik de heer Wassenberg toch eens aan om naar de praktijk te kijken en hoe vindingrijk vossen zijn. En dat is in de vossen te prijzen, maar dat is wel ten schade van de kip. Als het goed is, voorzitter, is de mens nog net iets vindingrijker dan de vos. En als hij zich zou inspannen om wat beter de dieren die waar hij verantwoordelijk voor is te beschermen, dan heeft de vos... De vos heeft genoeg te eten, daar hoeft hij geen kippen voor te hebben, maar die kippen die moeten goed beschermd worden door de eigenaar. Dat is mijn punt. U kunt uw betoog vervolgen, meneer Wassenberg. U heeft nog een dikke 2 minuten. Ja. Als het gaat over de vos, hebben ook de verantwoordelijke onderzoekers van Alterre en Sovon zijn ook heel erg duidelijk. Haal de vos van de vrijstellingslijst af. Dus stop de bejaging van de vos. Het doden van dieren wordt vaak gezien als effectief. Maar de plek van het gedode dier wordt vaak simpelweg door een soortgenoot opgevuld, zolang het voedselaanbod niet verandert. Muskusratten bijvoorbeeld worden massaal gedood, wat ongeveer 34 miljoen euro per jaar kost, terwijl meermalen bewezen is dat het niet nuttig en niet noodzakelijk is. Het aantal dieren blijkt te stabiliseren en uiteindelijk zelfs te dalen, indien er niet bestreden wordt. Vindt de staatssecretaris het noodzakelijk dat de afgelopen jaar bijna 90.000 muskusratten zijn gedood en dat er daarnaast ook beschermde dieren als bunzings in de niet-specifieke vallen zijn gestorven? Graag een reactie daarop. Dan haak ik in op agenda punt 18, dat is de brief van de staatssecretaris over de wet natuurbescherming. Daarin vestigt de staatssecretaris onze aandacht op de aanwijzing van middelen om vogels te vangen en te doden. En hij schrijft dat hij over de voorrang van de ontwerpregeling graag nader met de Kamer van Gedachten wil wisselen. Nou, die wens deelt de fractie van de Partij voor de Dieren. En ik zou graag van de staatssecretaris weten op welke termijn wij die voorrang kunnen verwachten. Ten slotte, voorzitter, de eendenpopulatie die met 20% is afgenomen, dat is alleen in Nederland het geval en niemand weet hoe dat komt. Het lijkt me zeer belangrijk om met een stop op de jacht te komen. In ieder geval tot onderzoek heeft aangetoond wat de oorzaak is van deze zorgwekkende afname van de eendenpopulatie. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Wassenberg, namens de Partij voor de Dieren.